Koninklijke Visio. Deze beeldopname is grotendeels goed te volgen als je alleen luistert. Welkom allemaal bij het webinar over slechtzien naar een beroerte. In deze bijeenkomst worden visuele beelden gebruikt die soms moeilijk te beschrijven zijn. We proberen dat zoveel mogelijk. Ook zijn er beelden uit testen die zich moeilijk lenen om te beschrijven voor mensen die het niet kunnen zijn, omdat anders we het doel missen van deze afbeeldingen. We hopen dat u daar begrip voor heeft. Mirjam Baas en ik, Petra Groothuis, houden de vragen bij en zullen die doorspelen naar de sprekers of we beantwoorden ze digitaal. En mochten er nog vragen overblijven, krijgt u achteraf antwoord. Hallo allemaal. Wij geven de presentatie aan jullie. Waaronder neuropsycholoog Eline Wil. Die is misschien voor sommigen ook te zien. Tanja Uitendaal, zij is ergotherapeut in opleiding. En door mij, Olga Veldhuis. En ik ben ergotherapeut bij Koninklijke Visio. Ja, zoals Tanja en Olga net een beetje in kaart hebben gebracht. Er is een breed publiek vandaag voor dit webinar. Want we gaan het hebben over visuele klachten na een beroerte. Beroerte zelf is een heel ingewikkeld onderwerp. Visuele klachten is een heel breed en ingewikkeld onderwerp. Dus het zal bij dit praatje, het zal helaas niet lukken om op ieder onderwerp heel diep in te gaan. We gaan vooral proberen om een beeld te scheppen van welke visuele klachten wij vaak zien. Waar dat vandaan komt vanuit de hersenen. Dat stukje ga ik voornamelijk vertellen. En Tanja en Olga gaan jullie wat meer vertellen over wat visio dan kan doen bij de visuele klachten. Hoe kunnen we mensen dan weer verder helpen? Om even het onderwerp in te leiden. We spreken zelf bij visio, hebben we het over niet aangeboren hersenletsel. En beroerte is een vorm van niet aangeboren hersenletsel. We zullen tijdens deze presentatie termen zoals NAH, beroerte, herseninfarct, we zullen het wat door elkaar heen gebruiken, maar we bedoelen er hetzelfde mee. We bedoelen er eigenlijk mee de schade na een niet aangeboren hersenletsel. Kan je hem een keer doorklikken, Tanja? En we onderscheiden eigenlijk twee vormen van NAH. Het eerste is traumatische vorm van niet aangeboren hersenletsel en het heeft een oorzaak buiten het lichaam. Dat is bijvoorbeeld NAH wat ontstaat na een auto-ongeluk, waarbij iemand hoofdletsel oploopt. Kan je naar volgende klikken, Tanja? En daarbij ontstaan we ook niet-traumatisch hersenletsel. En daarbij is het oorzaak van het hersenletsel komt vanuit het lichaam. En de bekendste daarvan is het CVA, het cerebrovasculair incident. En dat is ook wat veel mensen ook bedoelen met een beroerte. Bij niet-traumatisch hersenletsel ligt de oorzaak binnen het lichaam. En het is bijvoorbeeld een bloedvat wat verstopt raakt of een bloedvat wat knapt. In dat geval noemen we het een hersenbloeding. Door de obstructie, door het vastlopen in van het bloedvat, krijgt een gedeelte van het brein geen zuurstof meer. Doordat het gedeelte van het brein geen zuurstof meer krijgt, sterven de hersencellen in dat gedeelte af. Door het afsterven van die hersencellen verliest dat gedeelte van de hersenen verliest zijn functie. Wat dus inhoudt dat ook een bepaalde functie van het brein het minder goed of misschien wel helemaal niet meer doet. Het is afhankelijk van waar in het brein de verstopping heeft gezeten, wat het gevolg zal zijn van de verstopping, van het incident. Dus de grootste groep van cliënten die wij zien zijn mensen die een CVA of een hersenbloeding hebben doorgemaakt. Waarbij ongeveer 80% heeft een CVA doorgemaakt en 20% heeft een hersenbloeding doorgemaakt. En ongeveer ieder jaar worden er meer dan 40.000 mensen worden door hun eerste beroerte worden die getroffen. Het is een grote groep.
Dat is ongeveer 117 mensen per dag maken een beroerte door. Dus het is een grote groep, ook een groep waar steeds meer vanuit de zorg ook steeds meer aandacht voor komt. En dus ook steeds meer zorg en aandacht voor visuele problemen na het doormaken van een herseninfarct. Verder hebben we nog, kan er ook NAH ontstaan door een infectie, door zuurstofgebrek, door bijvoorbeeld tumorgroei of door epilepsie. En ook wordt soms voor de neurodegeneratieve aandoeningen, dat wil zeggen de ziekte van Parkinson, Alzheimer en MS, worden ook geschaard onder NAH. Het verschil daarbij is dat Parkinson, Alzheimer en MS hebben meestal een geleidelijk beloop, waar een CVA of een hersenbloeding heeft een heel acuut beloop. Er is iets gebeurd en gelijk daarna zijn er verschillen in het dagelijks leven te bemerken. Zou je naar de volgende slide willen gaan, Tanja? Zoals ik net al noemde, kunnen de gevolgen van NAH kunnen heel breed zijn. Het is afhankelijk van waar de verstopping in de hersenen gezeten heeft, wat precies de problemen zullen zijn. Veel mensen die krijgen motorische problemen, coördinatieproblemen, zintuiglijke problemen, dat de waarneming, maar ook bijvoorbeeld de tastzin veranderd is sinds het herseninfarct. Gedragsproblemen, mensen reageren ineens heel anders op situaties dan dat ze voor het herseninfarct deden. Stemmingstoornissen. Wat we heel vaak horen is vermoeidheid. Mensen hebben het dan vaak niet over een lichamelijke vermoeidheid, maar juist over een mentale vermoeidheid. De batterij is heel snel leeg en laat eigenlijk niet zo makkelijk meer op zoals dat gebeurde voor het herseninfarct. En ook cognitieve stoornissen, problemen, geheugen, taal en concentratie. Maar het grote ding waar we het vandaag over gaan hebben zijn problemen in de waarneming. Mag je naar de volgende slide, Tanja? En dan komen we bij de eerste poll. En die mag Petra starten. Juist. En we vragen ons af hoeveel procent van de mensen die een CVA doormaakt leidt uiteindelijk tot een visuele beperking. Hoe vaak komt het nou eigenlijk voor? Dan mogen jullie kiezen uit 20, 30 of 50 procent van de cliënten, mensen en patiënten. Ik kan zelf niet zien hoeveel mensen er nu gestemd hebben. Ik weet niet of jij dat wel kan zien, Petra. Ja, we hebben 22 mensen gestemd van de 26 luisteraars. Oké, dan stel ik voor dat we de poll sluiten. 50% van de mensen, dus jullie gaan ervan uit dat het heel vaak voorkomt. En dat klopt inderdaad ook wel. Het is afhankelijk van welke literatuur je raadpleegt, welke percentages er exact worden gegeven. Maar het visuele problemen komen vaker voor dan mensen in de regio denken eigenlijk. Ook vooral omdat na een herseninfarct zijn er vaak heel veel acute lichamelijke problemen die veel opvallender zijn dan een visueel probleem. Ook zijn visuele problemen vaak lastig voor mensen om te herkennen. Er is zoveel gebeurd na zo'n herseninfarct dat ze eigenlijk van, dat ze misschien niet eens realiseren dat er iets veranderd is in hun zicht. Dus vandaar dat visuele klachten na een herseninfarct pas laat worden vastgesteld of soms zelfs helemaal niet worden vastgesteld. Oké, dan stel ik voor dat we de tweede vraag eventjes laten en dat ik verder ga met de presentatie. Juist. Waar komen die problemen in de waarneming na een herseninfarct nou vandaan? Nou, dat komt omdat we zien niet alleen met onze ogen, maar een groot gedeelte van wat we zien wordt ook bepaald vanuit de hersenen. In onze ogen komt het licht van de buitenwereld komt binnen. En via de kegels en de staafjes wordt het licht dat in het oog valt omgezet naar een signaal. Dat kan worden doorgegeven door de oogzenuw achterin en die leidt naar achter in het brein. Per oog heb je één oogzenuw. En die zenuwen kruisen elkaar op een gegeven moment en gaan dan weer uit elkaar achterin naar de achterste gedeelte van de hersenen, wat de primaire visuele cortex of occipitaal wordt genoemd.
En in dat gedeelte van de hersenen wordt het signaal, dat licht wat omgezet is in een signaal, wordt omgezet in naar een beeld wat we kunnen begrijpen. En dit gebeurt in verschillende stapjes. Het is eerst wordt herkend van welke vorm heeft het bijvoorbeeld, welke kleur heeft het. Hoe ziet de textuur hiervan eruit? En als dat beeld gebouwd is, dat noemen ze ook wel het percept, dan wordt er pas betekenis aan dat percept gehangen. Je herkent eerst welke vorm heeft het, welke kleur heeft het. Dan denk je van, oh, het is een niet-machine bijvoorbeeld. En pas dan komen er ook nog stapjes bij van, wat kan je eigenlijk met een niet-machine? Wat doe je ermee? En heb je bepaalde herinneringen aan die machines? Het zijn allemaal stapjes in het waarnemen van de wereld om ons heen. En het kan ook in verschillende plekken van die stapjes kunnen er ook problemen ontstaan. Je mag naar de volgende slide, Tanja. En globaal gezien onderscheiden we daarin twee verschillende routes die informatie volgt in het brein. De informatie komt via de hersenbanen aan bij de primaire visuele cortex, waar dus de vorm, de kleur en de grootte, die uiterlijke kenmerken al wordt bepaald. En daarna gaat het beeld via het brein, via de achterkant van het brein, verder naar voren in het brein, waarbij er steeds een beetje meer informatie bij komt. En daar onderscheiden we de waarroute in en de watroute. In de waarroute wordt bepaald, dat noemen ze ook wel de dorsale route. In de waarroute wordt bepaald van waar in de ruimte is dit object. En het wordt gebruikt om bijvoorbeeld het overzicht te krijgen. Die niet-machine waar ik net noemde, waar staat die ten opzichte van mij? Kan ik die niet-machine pakken? Dus hier staat opgezond, dus de overzicht, selectie, plaatsvaardelijk, dus ook die integratie van de motoriek. Wat kan ik met dit, met deze informatie? Kan ik die machine pakken? Kan ik slaan van de tafel af als ik er naartoe beweeg? Dat zijn allemaal dingen die worden bepaald in de waarroute. Daartegenover heb je ook de watroute. En dat is de route die ligt wat lager in het brein. En die bepaalt ook wat is het nou precies waar ik naar aan het kijken ben. Wat ik bijvoorbeeld eerst de herkenning van het is een niet-machine en daar moeten een bepaald soort nietjes in. Of ik heb ooit een keer iets meegemaakt wat te maken heeft gehad met een niet-machine. Dus er wordt in de wat-route wordt er betekenis gegeven aan het voorwerp wat we... Ja, wat we zien. En, dus door deze twee routes gecombineerd, bepalen dat wij kunnen snappen wat we om ons heen zien. Maar als er bijvoorbeeld een probleem is in de watroute, bijvoorbeeld een probleem in de objectherkenning, dat je niet meer de juiste, dat je wel ziet van, nou, ik zie niet machine, die is die in die kleur, maar dat je gewoon niet meer snapt wat je precies ziet. Of dat je bijvoorbeeld niet meer, of dat je wel snapt dat het een niet-machine is, maar dat je niet meer weet wat je ermee kan doen. Dat zijn problemen die kunnen ontstaan door schade in die route in het brein. En dat zo'n soort probleem van het net niet helemaal kunnen begrijpen wat je om je heen ziet, dat wordt een probleem in de hogere visuele perceptie genoemd. Waarbij de lagere visuele perceptie is het herkennen van de vorm, grootte, kleur van object. De hogere visuele perceptie is als het ware het interpreteren van wat je om je heen ziet. De volgende slide. Zijn hier vragen over wat er tot nu toe verteld is? Nee, er zijn geen vragen binnengekomen. Oké, dan gaan we denk ik verder naar de volgende slide. En ik wil je wat uitleggen over wat het gezichtsveld is. Want het gezichtsveld is, problemen in het gezichtsveld is iets wat we vaak zien na een beroerte. Wat een van de veelgehoorde klacht is na een herseninfarct. En het gezichtsveld wordt ook wel, sommige mensen ook wel je blikveld genoemd.
En bij gezonde mensen is het gezicht wel eens ongeveer 180 graden. Als je je armen zo naast je lichaam houdt, en je kan, als het goed is nu, aan allebei de kanten, kan ik zonder ernaar te kijken, kan ik mijn vingers zien. Dit betekent dat ik een gezichtsveld heb van 180 graden. En dit beeld, dit gezichtsveld, wordt bepaald door het zicht vanuit mijn allebei de ogen. Je gebruikt zowel je linker als je rechter oog om hier een volledig overzicht over te krijgen. Dit gezichtsveld, dat ligt dus op de occipitaalpalp. Hier op de slide zien jullie dus de twee ogen met de hersenbanen erachter. En waarbij de hersenbanen uitkomen op de visuele schors. Door de hersenschade kan er ergens in deze baan erachter of in de cortex zelf kan er een probleem ontstaan waardoor een gedeelte van het gezichtsveld wegvalt. En hier staan verschillende plekken waar er schade kan ontstaan. En het leidt ook tot verschillende vormen van gezichtsvelduitval. Waarbij je dus bijvoorbeeld de hemianopsie hebt. En daarbij zie je aan een van de twee kanten van het gezichtsveld zie je geen beeld meer. En daarbij is het belangrijk om te realiseren dat niet betekent dat één oog niet meer iets ziet. Maar dat in beide ogen is één kant van het gezichtsveld is aangedaan. Doordat er dus aan één kant van de hersenen iets beschadigd is, is er dus ook aan één kant van het gezichtsveld is er sprake van uitval. Hoe het hier is afgebeeld is een behoorlijk ingewikkelde afbeeldingen. Maar dit zijn de specifieke plekken waarbij het tot specifieke vormen van uitval kan leiden. Wat wij zelf het vaak meest zien is de homonieme hemianopsie. Waarbij bijvoorbeeld, stel er is aan de linkerkant van de hersenen is er schade. En dat betekent dat er dus aan de rechterkant van de wereld sprake is van gezichtsveld-uitval. Dus dat mensen moeite zullen hebben met dingen aan de rechterkant te zien. We gaan proberen om dit nog iets meer inzichtelijk te maken. En daarvoor hebben we weer een poll. Daarbij hebben we weer twee vragen. De eerste vraag is, iemand met een gezichtsbeperking heeft grotere letters nodig om goed te kunnen zien. Is dat waar, niet waar of is dat soms waar? Een andere vraag, mensen met een hemianopsie zien een zwart of wazig vlak in het gezichtsveld. Dus aan de kant waarvoor ze de gezichtsvelduitval hebben. Is dat waar of niet waar? Als het goed is, zie je nou de resultaten. Klopt dat? Ja, dat klopt inderdaad. Nou ja, Olga, wil jullie hier iets over zeggen? De eerste vraag. Iemand met een gezichtsveldbeperking heeft grotere letters nodig om te kunnen lezen. Heel veel mensen hebben nee gezegd of soms. En dat is goed om te zien, want een grote misvatting die nog wel eens voorkomt, is dat mensen denken, als je een visuele beperking hebt, dan moet je grotere letters of gewoon dingen vergroten, want dan kan je het beter zien. Alleen als je een gezichtsveldbeperking hebt, dan is het gezichtsveld letterlijk kleiner, waardoor het kan zijn dat veel dingen buiten het gezichtsveld vallen. Dus als je de letters dan gaat vergroten, dichterbij haalt, kan het juist zijn dat die gedeeltes van de zin buiten het gezichtsveld vallen. En kan soms verkleinen nog wel beter helpen dan vergroten. Er zijn ook mensen die hebben soms ingevuld. Soms
In sommige gevallen kan het zijn dat vergroten helpt. Alleen dat is vaak zo als mensen bijvoorbeeld een wazig zicht hebben. En dan kan het helpen als de letters groter zijn, zodat de letter beter te onderscheiden is. Of dat er meer ruimte ook tussen de woorden zit, waardoor de woorden beter te onderscheiden zijn. Maar als het gezichtsveld echt kleiner is, dan werkt dat vaak nadelig. Vraag 2, wil jij die misschien? Mensen met hemianopsie zien een zwart wazig vlak in het gezichtsveld. Veel mensen hebben niet waar gezegd. Ook een aantal mensen hebben waar gezegd. De volgende sheet zal daar ook wat meer uitleg over geven. Maar in principe ervaren mensen hemianopsie niet als een zwart wazig vlak. Dat wordt toch op een of andere manier aangevuld, waardoor het niet wordt ervaren als aan één kant zie je een wazig vlak of een zwart deel. Gaan we even naar de volgende sheet om daar wat meer toelichting op te geven. Zoals je hier ziet, is het dus niet één zwart vlak. In dit geval is het hert te zien en het zwijn is weggevallen, maar je hersenen vullen dus al zelf het beeld in. Dus dat is ook een misvatting die soms is dat je echt een vlak ziet of een deel wat je niet meer ziet. Ja, en hier op deze slide staan nog wat staan veel geworden gevolgen van gezichtsvetuitval. Beperkt overzicht, want een gedeelte van het gezichtsveld ontbreekt, waardoor het moeilijker wordt om te overzien wat er voor iemand ligt. Desoriëntatie, stoten is iets wat we heel vaak horen, schrikken. Mensen die ineens, dus geef aan van ineens stond er iemand voor me, of als ze vanuit de blinde kant, de kant is waarvoor de gezichtsvelduitval is. Problemen met lezen, dat hebben Tanja en Olga net ook al aangestipt, want de zin of de tekst wordt soms niet meer goed overzien. En hierbij helpt vergroting dan dus niet. De vergroting zorgt ervoor dat er alleen maar nog meer tekst buiten het gezichtsveld valt, waardoor het overzien van de tekst, het lezen van de zin, nog lastiger kan worden. En ook een veel groot probleem is problemen in de mobiliteit. En daarbij speelt ook wat we zo net hebben geïllustreerd met het plaatje met het hert en de zwijn, speelt daarbij ook een grote rol. Omdat de hersenen onbewust het gedeelte wat ontbreekt wat in kunnen vullen, kunnen er dus ook soms dingen verdwijnen in dat blinde hemiveld. Waardoor mensen dus telkens heel goed moeten letten op de kant waarvoor ze gezichtsveld-uitval hebben. Ook omdat het soms onbewust wordt aangevuld, waardoor mensen helemaal niet doorhebben dat er iets ontbreekt aan die ene kant. Een ander probleem wat we vaak horen naar hersenletsel, dat we met dit plaatje willen illustreren, dat is visuele overprikkeling. Mensen met NAH hebben vaak moeite om visuele informatie snel te verwerken. Ik vind zelf deze afbeelding ook al behoorlijk druk en intens en heel veel om te verwerken. En bij deze, dit is een plaat uit een boek van Waar is Wally? Ik weet niet of het iemand al gelukt is om in deze chaos om Wally te vinden. Ik kan je nog een momentje geven om te zoeken. Wie of wat is Wally? Wally heeft een rood met wit gestreept mutsje en een rood met wit gestreepte trui aan. Een brilletje en een wandelstok. En ergens in deze tekening is hij verstopt. Maar je ziet dat er is heel veel afleiding en, geplaatst, waardoor het heel moeilijk wordt om het te vinden. Tanja zei je ook volgende willen drukken. Dan kunnen we laten zien waar die daar zit hij in deze tekening verstopt.
En we gebruiken deze slide om te illustreren hoe moeilijk het is om telkens heel veel visuele informatie te moeten verwerken. Want als je nu op zoek moet naar Wally, dan moet je de hele tekening scannen om te kijken van, oh, is dat hem, is dat hem, is dat hem, is dat hem. En zo wordt de wereld soms omschreven door mensen die last hebben van visuele overprikkeling. Ze zijn telkens alle prikkels die ze binnenkrijgen, zijn ze aan het verwerken. Waar ons brein er van nature op ingericht is om heel veel prikkels te onderdrukken. Mensen omschrijven ook wel dat, de filter is stuk. Die alle visuele prikkels die binnenkomen, worden ook verwerkt. Wat eigenlijk het kijken echt ontzettend vermoeiend maakt. Dus voor iemand met visuele overprikkeling die in deze afbeelding Wally zou moeten gaan zien, dat zou ontzettend vermoeiend zijn en... Ik denk ook dat mensen heel snel een aantal minuten al zouden vragen of ze de tekening weg kan. Want het is gewoon te veel informatie en het is dat kost te veel energie om dat goed te verwerken wat hier afgebeeld staat. En overprikkelingsklachten zijn eigenlijk heel divers. En de behandeling van deze klachten is ook heel cliëntspecifiek. Er zijn een aantal trainingen en oefeningen die we bij Visio die we kunnen proberen om te leren omgaan met deze. Om hiermee te leren omgaan. De details van deze training gaat wat ver om dat hier allemaal, te bespreken. Er zijn dus manieren om hiermee te leren omgaan, maar dat stemmen we altijd per cliënt af wat de wensen zouden zijn voor de revalidatie, maar ook in welke mate de overprikkeling een rol speelt. Ja. Ik heb net al wat uitleg gegeven over wat hoge visuele perceptie is. En hier op deze slide staan een aantal problemen die kunnen ontstaan in de hoge visuele perceptie. Een van bijvoorbeeld visuele identificatie of een associatieve agnosie. Waarbij mensen moeite hebben om te identificeren wat er afgebeeld staat in de ruimte. Ook kunnen er problemen ontstaan in de visueel-ruimtelijke perceptie. Dan hebben mensen vooral moeite, waar bevindt iets in zich in de ruimte? En hoe kan ik me daar naartoe bewegen, bijvoorbeeld? Ander voorbeeld is een apperceptieve agnosie. En daarbij wordt het moeilijk om het percept op te bouwen. Dus daarbij wordt iets wel gezien, maar de onderdelen daarvan kloppen niet helemaal, waardoor ook weer de herkenning weer lastiger wordt. Verder hebben we ook nog visuele overprikkeling, die hebben we ook genoemd. En een andere bijzondere hogere visuele perceptiestoornis die we soms zien, dat wordt simultaan agnosie genoemd. En bij simultaan agnosie kunnen mensen nog maar één voorwerp tegelijkertijd waarnemen. Dus als iemand bijvoorbeeld een kopje op een tafel ziet staan, dan wordt de rest van de ruimte om dat kopje heen wordt niet meer waargenomen. Ook de aandacht, maar ook de verwerking kan maar van één ding tegelijkertijd plaatsvinden. En dit is een heel, ontzettend vervelend probleem, want één ding tegelijkertijd waarnemen, dat is behalve dodelijk vermoeiend ook echt ontzettend onoverzichtelijk. Het is belangrijk om goed vast te stellen van, is er sprake van dit probleem? Maar ook om daar weer onze revalidatie op af te stemmen. Dat we mensen gericht kunnen adviseren over hoe ze met deze klachten kunnen omgaan. En vaak helpt het bij simultane agnosie, helpt het heel erg om mensen uitleg te geven over wat het precies is en wat we eraan zouden kunnen doen. Ook dit zijn ook weer de problemen die hier genoemd zijn. Het is helaas niet genoeg tijd om ze helemaal volledig allemaal uit te diepen. Als hier nog vragen zijn, dan wil ik jullie uitnodigen om daar achteraf nog even over een mailtje over te sturen of contact met ons op te nemen. Maar het gaat te ver inderdaad nu om deze dingen helemaal weer uit te pluizen. Dat was het theoretische gedeelte. Dan geef ik nu het woord aan Tanja en Olga en die gaan jullie wat meer praktische dingen vertellen. We hebben nog wel wat vragen. Wil je die nog beantwoorden? Ik kijk even naar Tanja en Olga qua tijd. Ja, oké, dat is prima. Ja, oké. Kunnen beschadigingen in een ander gedeelte van de hersenen toch zorgen voor visuele problemen?
Nou, ik heb vooral, schade achter in het brein zorgt voor visuele problemen. Of iets verder naar voren in, iets verder naar voren in het brein. Maar als er bijvoorbeeld schade helemaal voor in het brein zit, dan verwacht ik niet per se visuele problemen. Dan wat er wel kan, is dat er dan bijvoorbeeld een probleem is in de aandacht. Wat dan stoort met de visuele verwerking. Oké. De volgende vraag. Ik zie met elk oog goed, maar mijn ogen werken niet goed samen na een auto-ongeluk. Waar zit dit probleem dan precies? Het probleem kan inderdaad dan zitten in de samenwerking van de ogen. En dat zou dan bijvoorbeeld... in de hersenstam kunnen zitten, waar beelden samen worden gevoegd. Maar het is altijd heel lastig om... het is hierbij heel lastig, want het zou bijvoorbeeld ook in de oogbewegingen kunnen zitten. Dan zit het probleem niet per se in de hersenen, of nou ja, wel de uitsturing van de hersenen, maar dan maken de ogen allebei een andere beweging, waardoor ze niet zeg maar een goed beeld samen hebben. Dus dat is even mijn korte antwoord, maar ook dit is best wel weer een... dit is ook weer iets waar echt wel ook vanuit bijvoorbeeld oogheelkunde wel veel diagnostiek voor nodig is om hier een heel duidelijk antwoord op te geven. Oké. Okay. Wat is het verschil tussen neglect en hemianopsie? Hemianopsie is... bij een hemianopsie is echt sprake van schade in... een probleem in het gezichtsveld. Er is echt een gedeelte wat... wat niet meer wordt waargenomen. Bij neglect kan in principe het gezichtsveld intact zijn, maar is er geen aandacht voor één kant van de wereld. Waarbij dus hemianopsie is echt een probleem in het gezichtsveld en neglect is een stoornis in de aandacht. Wat we willen zien is dat we het gezichtsveld in kaart brengen. We brengen bij cliënt het gezichtsveld in kaart met een bepaalde... bepaalde meting. Dan zien we soms bij mensen in neglect dat het gezichtsveld is volledig. Maar zodra je dan een aandachtstaak met ze doen, missen ze consequent dingen aan één kant. En dat ligt er dan aan dat ze de aandacht nog maar op één gedeelte van de wereld kunnen richten en het niet kunnen verleggen naar de andere kant. Maar bij een hemianopsie is er echt een gedeelte van de, ja, van de occipitaalkap die niet meer werkt. Dus waar ook echt geen signaal meer binnenkomt. Dus het is... Het ene is echt een uitvallend gezichtsveld en het andere is een probleem in de aandacht. En dan de laatste vraag. Wat kan je doen aan visuele overprikkeling? Ik zie hier ook staan medicijnen, vitamine. Daar heb ik verder geen weet van dat er specifieke medicijnen of vitamine zijn die hiervoor zouden werken. Een ding waar wij bijvoorbeeld bij Visio naar kijken is, we kunnen kijken naar of de sensorische integratie, of het integreren van alle sensorische signalen die binnenkomt, of dat goed gaat en of daar aanpassingen kunnen worden gedaan. En verder, überhaupt het doen van aanpassingen kan al zorgen dat de hoeveelheid prikkels die binnenkomt, dat die wordt verminderd, waardoor de verwerking minder vermoeiend kan worden. Maar zoals net genoemd, visuele overprikkeling is heel persoonlijk. Wat voor de ene werkt, werkt voor de ander niet. Dus ook daarvoor is wel weer wat diagnostiek en observaties zijn nodig om echt goed te bepalen wat daarin werkt. Oké, nou dankjewel. Oké. Er komt een stukje over, wat kun je nou terug horen in de praktijk? Hè? Dat is ook vooral voor de omgeving van iemand met een visuele beperking. Als het gaat om visuele beperking als gevolg van NAH, zijn er verschillende dingen die je terug kunt horen. Kan ook aan andere dingen liggen, maar het kan misschien wel een signaal zijn, één of meerdere dingen tegelijk. Bijvoorbeeld mijn bril is niet goed, mijn bril is vies, die moet veranderd worden. Soms is het moeilijk voor iemand zelf om uit te drukken waar het misgaat. En is dat ook moeilijk te duiden. En zou ook dat een signaal kunnen zijn van, is er misschien iets meer aan de hand? Ik zie het wazig. Doe het liefst mijn ogen dicht. In het geval, alles wat binnenkomt wordt als te heftig ervaren. Het lezen lukt niet. Eerder werd ook al benoemd. Dat lezen ook onder andere bij hemianopsie, maar er zijn ook andere
Andere hersenschade, wat problemen bij lezen kan veroorzaken. Letters dansen, vloeien in elkaar over. Ik sla steeds een regel over. Kun je ook iets bij voorstellen als je één zijde mist. Je moet steeds weer terug naar de eerstvolgende regel. Als je dat deel mist, kan het zijn dat het terugspringen naar de eerste regel moeilijk gaat. Of het makkelijk doorlezen. Dus dat zijn allemaal signalen die je op kunt pikken van datgene wat de cliënt dan benoemt. Of ik moet steeds zoeken met kijken. Het kijken is veel vermoeiender voor mij geworden. Ik zit het liefst in het donker. Ik draag graag een zonnebril. Wat we ook vaak terugzien is grote mate van lichtgevoeligheid of veel meer behoefte aan licht, die combinatie. Alles lijkt tegelijk binnen te komen. Er is geen filter, alles is heftig. Andersom, wat eerder werd genoemd, dat maar één ding binnenkomt en de rest, dat je dat niet van elkaar kan onderscheiden, hoor ik ook wel in de praktijk. Bijvoorbeeld afgelopen week was er iemand die benoemde dan, voetbal kijken, op een of andere manier interesseert het me niet meer. En in zijn geval had hij dus ook simultaan agnosie. En je kunt je daar ook iets bij voorstellen, hè? Een voetbalveld met verschillende voetbalspelers. Als je daar maar je focus op één ding kan houden en het ander het niet in één geheel ziet, dan is een spelletje voetbal natuurlijk ook niet zo interessant meer om te kijken. En in dit geval, zo'n cliënt kon het dan niet zelf uitdrukken waarom dat dan niet meer leuk was om te kijken. Het interesseert me niet meer. Dus dat zijn ook signalen die je kunt oppikken. Ik zie het wel, maar ik begrijp het eigenlijk niet. En niet naar buiten durven gaan. Ik ben bang dat ik val. Dus dat zijn vooral de verbale dingen die je terug hoort in de praktijk. Wat je terug kan zien, is bijvoorbeeld dat iemand toch wel moe is geworden. Het gevoel heeft dat andere mensen hem niet begrijpen, meer van iemand verwachten dan dat de cliënt aan lijkt te kunnen. Verdwalen, hè? Je ging altijd dezelfde route, maar ineens weet hij niet meer hoe hij naar de supermarkt moet komen. Dingen duren veel langer dan voorheen. Dat is ook wel een signaal van hoe komt het nou dat iemand een kopje thee zetten veel langer duurt dan normaal gesproken. En nogmaals, met heel veel punten kan het natuurlijk, dat is de puzzel bij NAH. Sommige dingen kunnen visueel zijn, maar het kan ook aan andere dingen liggen. Hè? Want schade, hersenletsel, kan ook motorisch van alles veroorzaken. Dus de vraag is dan altijd van welk stukje komt vanuit het visuele deel. Andere hoofdstand, iemand kijkt je niet aan of is steeds zoekend. In de supermarkt kijkt alle kanten op of in gesprek. Ook wel wat je ook wel terugziet is vermijdend gedrag. Hè? Als dingen dan niet lukken, steeds niet lukken, dan ga ik maar binnen zitten. Dan heb ik ook niet het risico dat ik allerlei problemen tegenkom of tegen mensen aan stoot of dingen niet kan vinden, de weg niet terug kan vinden. De ongelukjes zoals de dingen van tafel stoten of naastgrijpen, veel aan het zoeken. En in dit geval inderdaad dingen kwijt zijn, altijd maar weer dingen kwijt zijn. Ook weer allemaal punten, het kan ook weer aan andere punten liggen of andere schade liggen. Maar het is altijd wel goed om dit even bewust te kijken van waar. Het zijn toch veel verschillende dingen. Zou het niet aan het visuele kunnen liggen? Wat kan je nou zelf doen? Het zijn wat algemene dingen die wel bevorderend zijn. Het is altijd goed naar de individu te blijven kijken wat voor die cliënt werkt. Het is ook mogelijk om vrijblijvend contact op te nemen met ons. Iemand hoeft niet altijd volledig in revalidatie en aanmelding te komen, maar het is ook gewoon mogelijk om voor een korte tip contact op te nemen. Maar waar je bijvoorbeeld, wat heel werkend is gewoon structuur aanbrengen.
dingen op vaste plekken leggen, recht voor een cliënt iets neerleggen in plaats van aan de rechter of linkerkant. En ook dingen benoemen wat je doet. Teruggaan naar oude motorische handelingen. Soms als iemand toevallig net ook een nieuwe telefoon heeft gehad, kan het soms wel een optie zijn om toch weer te kijken van, werkt het niet als we gewoon teruggaan naar, je voorheen was je altijd gewend om met een huistelefoon met snoer te bellen. Werkt dat dan niet voor je? Dus terug naar wat iemand heel erg gewend was om te doen. Markeringen aanbrengen op veel gebruikte voorwerpen of objecten. Ja, het komt natuurlijk wel precies overal weer wat opplakken. Kan ook weer afleidend zijn. Dus wees je wel daar bewust in. En ja, waar nodig, vraag ook om ons mee te laten denken. Maar dat kan wel helpend zijn. Vaste oriëntatiepunten aanbieden. Iemand helpen op de route. Loop altijd via de rode brievenbus. Of in huis. Kan het soms helpen om op de deur het toilet te zetten. En dat is natuurlijk per cliënt weer verschillend. Want kan iemand het wel lezen? Maar dat zijn wel dingen die je uit kunt proberen wellicht. Vooral ook de tijd geven om dingen zelf te kunnen doen. Ja, en wat wij vaak mensen ook nog aanraden is het gebruik van contrast. En ja, je kan hier zelf ook op letten. Als je kijkt naar de omgeving, dan kan je letten op hoeveel contrast is er aanwezig. Omdat contrast heeft een signaleringsfunctie, een herkenningsfunctie. Omdat het eigenlijk laat zien waar het ene voorwerp stopt en het andere voorwerp begint. Door het kleurverschil. Daarnaast zorgt het ook voor overzicht en rust. En dat is voornamelijk bij cliënten met NAH belangrijk om een rustig beeld te creëren. En dat het overzichtelijk en duidelijk is welke voorwerpen waar staan. Dat voorwerpen bijvoorbeeld bij een gezichtsveldbeperking daardoor ook makkelijker te vinden zijn. En dat het in elk geval een rustig beeld is en geen chaotisch beeld. Hier zie je nog een plaatje van een wc. Wat bijvoorbeeld kan helpen is zo'n gekleurde wc-bril om ook weer contrast aan te brengen tussen de wc-pot en de bril. Dit is bijvoorbeeld een plaatje van een beeld wat heel lastig is voor mensen met NAH over het algemeen. Omdat dit een ontzettend druk beeld is met veel kleuren, veel verschillende voorwerpen. Denk bijvoorbeeld terug aan die visuele overprikkeling, dat plaatje met Waar is Wally? Voor mensen met die last hebben van visuele overprikkeling, is dit een ontzettend heftig beeld. En hierin kan het dus fijn zijn om op een juiste manier ook gebruik te maken van contrast. Je ziet hier bijvoorbeeld een tafellaken, daar staat van alles op. Bloemetjes, een taart zie ik. Allemaal blokjes. Eigenlijk is dat tafelkleed niet echt functioneel, om zo maar te zeggen. Omdat het hierin beter is. Als bijvoorbeeld een tafellaken één kleur heeft met daarop een kop soep. Zodat het duidelijk is van dit is tafellaken en dit is de kop soep. Heel gezellig. Heel gezellig inderdaad, maar niet, niet handig. Kijken.
Nou, wat kan visio betekenen? Nou, bij visio werken we in een multidisciplinair team. Er zijn verschillende afdelingen. Als een cliënt zich aanmeldt, wordt er altijd eerst een intakegesprek gehouden, gevoerd. Dat wordt telefonisch gedaan. Nou, waarbij er echt goed uitgevraagd wordt van wat is de reden van de aanmelding? Waar heeft iemand problemen mee? Wat zijn iemands wensen? Vervolgens wordt iemand eigenlijk bijna altijd gezien door een oogarts of een optometrist. Omdat het handig is om te weten hoeveel iemand ziet en of er ook beperkingen zijn in het gezichtsveld. De neuropsycholoog is zeker bij de NAH-cliënten speelt hij een grote rol. Omdat, zoals al eerder genoemd, het soms onduidelijk is waar de problemen vandaan komen. Het kan aan de visuele verwerking liggen, maar het kan ook aan heel veel andere zaken liggen. En dat is iets wat de neuropsycholoog gaat uitzoeken, daar een oordeel over gaat geven. En daarnaast, als de optometrist ook het visuele stukje in kaart heeft gebracht, kunnen we ook bepalen wat kan uit de hersenen komen en wat kan vanuit de ogen komen. Soms is het zo dat mensen naast hersenbeschadiging ook nog een oogaandoening hebben. Ergotherapeuten, die kijken voornamelijk naar wat gaat er in de praktijk lastig en hoe zou je dingen op een andere manier kunnen aanpakken. Maatschappelijk werkers, die zijn er eigenlijk voornamelijk voor het psychosociale stukje. Bijvoorbeeld het accepteren van visuele klachten, beperkingen. Psychologen, ambulant begeleiders en adviseur arbeid komt soms ook nog bij kijken als mensen echt gericht vragen hebben over werk. We hebben nog 5 minuten. We hebben gewoon een hele sheet met die gaan we niet denk ik heel uitgebreid behandelen, maar even kort wat beeld van wat zijn nou hulpvragen die veel voorkomen. Wat ruimte voor de vragen hebben. Mm-hmm. Mensen die kunnen bijvoorbeeld vragen hebben op het gebied van lezen. Bijvoorbeeld, ik kan mijn post niet meer lezen. Vragen op het gebied van ICT. Bijvoorbeeld, het lukt mij niet meer om zelf te telefoneren of een WhatsApp te versturen. Of de computer te bedienen. Veel vragen ook op het gebied van mobiliteit. Bijvoorbeeld het buitenlopen, fietsen, autorijden of verplaatsen met het OV. Hierbij kan een hulpvraag zijn. Ik struikel veel of ik ben angstig op straat. Ik heb moeite met oversteken. Zelfverzorging. Bijvoorbeeld het uitzoeken van kleding. Daar kan een hulpvraag zijn. Ik kan de kleuren niet meer goed zien. Make-up opdoen, nagels verzorgen, noem het maar op. Verlichting kan een onderwerp zijn. Omdat verlichting vaak wel kan helpen. Daarnaast is het wel belangrijk om verlichting op een goede manier, juiste manier te gebruiken. Want het kan ook zijn dat mensen juist veel last hebben van het licht. Dus om daar een goede balans in te vinden is belangrijk. Zowel binnens als buitenshuis. Vrije tijd, bijvoorbeeld sporten of handwerken.
Het huishouden, nou, ja, koken. Bijvoorbeeld, ik vind het eng om te koken. Ik zie het niet meer goed. Help mij hierbij. Het schoonmaken, de was doen. Bijvoorbeeld de wasmachine bedienen. Hoe doe je dat als je de knopjes niet meer kan zien? Nou, communicatie is een gebied. Bijvoorbeeld de tv kijken, de ondertiteling lezen. En telefoneren met bijvoorbeeld de huistelefoon. En dan heb je nog psychosociaal. Dat gaat echt om het stukje acceptatie of het verdelen van de energie, omdat ook vermoeidheid vaak voorkomt. Dan gaan we nu naar de vragen. Ja, er waren een aantal vragen van tevoren ingezonden. En als het goed is, hebben we het een en ander wel terug laten komen. Waarbij daar wel belangrijk is. Dus dat sommige dingen misschien wat diep zijn om dit uur aan bod te laten komen. Mogelijk hebben de hosts nog vragen op dit moment. Of degene die vragen hebben ingezonden, hebben het gevoel van ik wil toch nog iets weten over de dingen die ik heb gesteld. Zijn er vragen binnengekomen, Petra? Nee, er zijn geen nieuwe vragen binnengekomen. Alleen één iemand die even vroeg of het webinar terug te kijken is. En dat is het inderdaad op kennisportaal.visio.org. Oké. Okay. En de vragen die van tevoren ingezonden zijn. Ja, nou, ik denk. Oh, wacht, hier zijn er inderdaad. Er was bijvoorbeeld een vraag over het extra knijpen met oogspieren om te accommoderen. Ja, zo'n vraag als die is voor deze presentatie gaat wel wat diep. Maar neem gerust contact op als het om een persoonlijke vraag gaat of om een vraag voor je cliënt, zodat we daar gericht ook antwoord op kunnen geven. Ja, zo is er bijvoorbeeld ook een vraag gesteld over het syndroom van Balint. Die is kort aangestipt door Eline. Er zijn er wat vragen over de training daarvan. Neem vooral contact op, zodat we daar wat echt gericht antwoord op kunnen geven. Wat doet Visio precies bij NH? We hebben een aantal dingen weer aangestipt. We kunnen wel heel lang door blijven praten over wat er allemaal mogelijk is. Maar vooral kijken we graag mee per persoon wat voor diegene belangrijk is en welke factoren daarvan van op invloed zijn. En weet vooral ook dat je ook vrijblijvend contact op kunt nemen voor kort advies. Hè. En soms, natuurlijk, we hebben ook een wachtlijst, dus in die zin. Ik kan me voorstellen dat je soms denkt, oh, mijn cliënt duurt nog wel even voordat hij daadwerkelijk geholpen wordt. Soms kunnen we ook door kort advies te geven in de eerste fase al wat betekenen. En kan iemand alsnog wel aangemeld worden, maar kunnen we misschien alvast wat ondersteunen. Of degene die daarbij betrokken is al wat tips, gerichte tips geven. Ja. Er is toch nog een vraag binnengekomen. Dat is, speelt de cirkel van Willis ook een rol? En is de vraag dan vooral bedoeld met op het, of schade aan de cirkel van Willis leidt tot visuele problemen? Of is dat wat de vraagsteller bedoelt? Ik hoop dat de vraagsteller even wat meer informatie via Q&A wil geven over de vraag. Nou, het kan wel zo zijn dat er iets verstoord is in de cirkel van Willis, waardoor er een herseninfarct optreedt. Maar het is niet per se zo dat een probleem in de cirkel van Willis per definitie tot een visueel probleem leidt. Als dat wat antwoord geeft op je vraag. En het is verder, het is wel een heel specifiek neurologische vraag. Ik denk niet dat je het zegt van cirkel aan de schade van Willis is altijd een visueel probleem. Ik denk dat dat te stellig is. Oké. Okay. Bedankt, wordt er nog even gezegd. Dan denk ik dat wij aan het einde van onze presentatie, van ons webinar zijn.
Zoals is genoemd, neem contact op als bij specifieke vragen waar we vandaag niet de tijd voor hadden om daar op de diepte op in te gaan. Webinar is terug te kijken via kennisportaal.visio.org. Daarvoor krijgen jullie een link. Je kunt jullie kunnen aanmelden voor de nieuwsbrief van Visio met een mailing over nieuwe webinars. En onderaan staat het telefoonnummer waarop jullie Visio kunnen bereiken. En kunnen aangeven dat jullie naar aanleiding van dit webinar nog vragen hebben. Of een andere vraag hebben met aanleiding visuele klachten na NAH. Ik denk dat we jullie allemaal heel erg willen bedanken voor jullie aanwezigheid hier vandaag. Laat ons weten wat jullie van de presentatie van vandaag hebben gevonden. En dan sluiten we het af, denk ik. Yes, bedankt voor jullie komst. Ja. Vond je deze informatie nuttig? Kijk dan eens op kennisportaal.visio.org voor meer artikelen, instructies en podcasts. Heb je een vraag? Stuur dan een mail naar kennisportaal@visio.org of bel naar 088 585 5666. Wil je meer weten over de dienstverlening van Koninklijke Visio? Ga dan naar www.visio.org. Koninklijke Visio, expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen.